Dag allemaal, daar ben ik weer. Nou, we gaan weer iets maken. Want ik lees ontzettend graag. En dat moment, dan zit ik meestal op de bank. Maar ja, dan snap je het waarschijnlijk al wel. En ik ga nu een speciaal bankje maken. Waar ik goed op kan gaan zitten. Tot mijn rug helemaal recht. En dat ga ik van deze planken maken. Nou, ik ga natuurlijk eerst even de planken om goed zagen. En dan gaan we het even zien. Nou, hij is nu recht. Maar ik zie wel dat er veel hardboard in heeft gezeten. Maar goed. Ik heb wel gezien dat allemaal door is. Kijk, je kunt het hier wel zien. Tenminste, dat denk ik. Ja, het is er allemaal uit. Ik vind het wel een mooie plank daarvoor. Ik hou deze kant tenminste recht. En kan gewoon weer verder. Ja, dit wordt dan de hoek waar ik op ga zitten. Dat is 14 centimeter. Een halve meter lang. Nou, dit is het idee. Ja, dan kun je natuurlijk makkelijk maken en gewoon even met een paar schroeven even vastzetten. Maar zou ik vroeger wel zo op die manier hebben gedaan. Maar goed, dat ga ik dus nu niet doen. Dus ik ga een andere manier bedenken, zodat het in verband staat. En dat gaan we nu, het is voor de eerste keer, dus alles moet je leren, zeg ik altijd. Dus dat ga ik nu doen. Dit loopt me dus niet gelijk zoals je ziet, dus ik ga het even anders doen. En ik wil de dikte van deze plank op deze bodem bepalen. En daarom doe ik het even met een mesje. Ik ga de zwaluwstaat erin maken. En dan zat ik te denken om aan deze kant zo'n stuk open te houden. En aan deze kant om zo'n stuk open te houden. Dit is mijn potloodstreep, zie ik. En ik heb wel ingekrast, maar ik zie het niet helemaal goed, want er zoveel streepjes in lopen. Ja. En hier staat hij. Daar. En hier staat hij. Daar. Zo. Nou, is dit wel een mooie hoek, denk ik. Zo. Dus dan moet dit gedeelte gaat eruit. Dus al die lijnen ga ik overzetten met de winkelhaak.
Nou, zo heb ik hem getekend. En nu ga ik hem zagen. Nou, dit is de eerste. Kijk, hier niet helemaal goed gezaagd. Dus dan moet ik even gaan verhelpen. Het hoekje nog even met een bijtel eruit halen. Nou, ik zie de eerste schoonheidsfout al. Kijk, hier loopt hij mooi gelijk met de lijn. En hier zit ik er toch een klein stukje onder. Maar goed. Even kijken hoe ik dat later gaat oplossen. Ik ga nu de tweede doen. Nou, de tweede is... Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch voor mij. Kijk, de tweede is wel beter geworden. Maar goed. We gaan nu verder. De bedoeling is natuurlijk dat hier ook wat uitgaat. En dat is precies dat gedeelte. Kijk. Dit wat hier dus in zit. Dat moet daaruit. Dus we gaan eerst even kijken... Hoe breed dat moet zijn. Dus dat is deze breedte. Misschien is het een idee om hier even 1 op te zetten en hier ook even 1 op te zetten. Dus hier even 2 op. En dan weet ik gewoon dat 1 op 1 hoort, 2 op 2 hoort. Ja. Is dat gelijk? Nu ga ik dat aantekenen. Ik ga dat ga ik aftekenen. Even kijken hoor, wat heb ik nu allemaal gedaan? Ja, perfect. Deze streep is duidelijk met potlood. Zo. Daar naartoe een streep. Daar naartoe een streep. En die loopt. Die loopt daar. Even controleren. Ja. En nu moet deze schuinte moet er nog in. Dus dat gaat. Er is misschien ook wel een betere manier om dat te doen. Maar ja, dat weet ik dus niet. Want het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe.
Oh, ik zie ook wel dat die plank niet helemaal recht loopt. Dit heet dus een zwaarloestaartverbinding. Zo. Ja, dan moet ik dus van daar naar daar. En van daar naar daar. Dan moeten we even gaan kijken of ik het nu goed doe. En dat eruit. En dat gaat eruit. Nou. En anders hebben we nog een andere plank en dan doe ik het daar weer, ga ik het daar weer mee doen. Nou, ik pak een andere plank. Want... Even kijken. Nou, dit is de bedoeling. Maar, ja, ik had het al wel gezien natuurlijk. Dat hij helemaal krom liep. Dus nee, ik ben niet. Deze kant is eigenlijk best wel redelijk goed gelukt. En hier ben ik natuurlijk niet helemaal tevreden over, want er zit een sponning in. Maar goed, dat ga ik wel even vol stoppen met zaagsel. Zo. Nou, ik heb het nu helemaal dicht gesmeerd en wachten tot de lijn droog is en dan kan ik het schuur ik het weer bij. Nou, alle lijm is nu droog. Het is nu een kwestie van schuren, zodat alles weer mooi glad is. En dat ga ik doen. Als ik dat heb gedaan, dan zal ik laten zien wat het resultaat is. Nou, ik heb hem nu geschuurd met 80 in eerste instantie en daarna met 120. Je kunt zien dat die verbindingen nu veel beter uitzien. Kijk,
Tenminste, ja, het was natuurlijk de eerste keer dat ik deze zware uurstaatverbinding ging maken. En ik heb ook al wel gehoord dat dat de moeilijkste verbinding is. Maar goed, ik ben niet ontevreden. En nu ga ik hem even met lijnzaadolie helemaal insmeren. Nou, ik laat hem even goed intrekken en dan doe ik het nog een keer. Ik heb eens gehoord dat mensen het van afschuren met een staalbol. Dat ga ik ook wel eens even doen. Ze zeiden dat je daar heel mooi resultaat van krijgt. Kijk, gewoon afschuurspons. Dus dat ga ik ook even doen. Ik ben natuurlijk wel benieuwd. Nou, het voelt op zich wel heel mooi glad aan. Met elkaar ben ik helemaal tevreden. Nou, niet helemaal. Maar ja, goed. Het zijn natuurlijk ook zwaarduurstaatverbindingen. En wat ik al had gezegd, ik heb begrepen dat dat een van de moeilijkste verbindingen is die er zijn. En, als je niks probeert, krijg je niks voor elkaar. Als je geen fouten maakt, heb je niks geleerd. Dus ik vond het een uitdagend project. Denk je van, nou, dit vind ik wel ingewikkeld. Dan moet je gewoon anders doen. Dan moet je die verbindingen niet maken zoals ik ze heb gemaakt. Want dan raak je ze gewoon helemaal rechtaf en dan schroef je ze gewoon vast aan de bovenkant. Dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Even voor het idee, hoe groot is dit? Nou, dit bankje is een halve meter lang. Hij is voor mij is die 14 centimeter breed. De achterkant is 15 centimeter hoog. En de voorkant is 17 centimeter hoog. De kant waar je dus op zit, want dit is de manier waar je op zit, ik zal het even laten zien. Heb ik hier wat afgerond met een frees. Dat kun je ook met schuurpapier doen of met een, met een schaaf doen. Je kunt het ook niet doen, dat maakt ook niet zo veel uit. Ik dacht van het is wat comfortabeler. En de bedoeling is dat je erop gaat zitten. Wat het voordeel van zo'n bankje dus is, waarbij je de hoge kant naar voren toe zet en de lage kant naar achter zet. Als je erop gaat zitten, dan zit je niet op je knieën en je houdt de rechte rug. Ik zal het je laten zien. Kijk, je gaat er heel makkelijk op zitten. Tenminste, wat heet makkelijk. Ik zal het even omdraaien. Kijk, en dan zie je dus dat als ik er gewoon lekker op zit, dat ik met een redelijk rechte rug zit. En dat mijn knieën, mijn onderbenen raken net wel de grond aan, maar mijn knieën, ik leun niet op mijn knieën. En dit is dus een ideale houding, als je wilt lezen, om gewoon lekker te lezen. Ik vind dat het zit comfortabel, hij is meer dan breed genoeg, dus breder, ja, als je het breder wil maken, moet je dat natuurlijk helemaal zelf weten. En je kunt op deze manier kun je even je plekje zien te vinden waar je, hoe je precies moet gaan zitten. Maar je houdt je rug, hou je mooi recht zoals je ziet. Tenminste, dat gevoel heb ik in ieder geval. Maar je leunt niet op je knieën. En dat is natuurlijk een ontlasting van je knieën. En dat is ook de reden dat ik hem gemaakt heb. Nou ja. Ik ben er in ieder geval blij mee. Ik hoop dat je er wat van hebt kunnen leren en dat je het een leuke video vond. Als het zo is, geef even een duimpje. Heb je vragen of opmerkingen, kan dat hieronder natuurlijk altijd. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.